NEC tackelt erop los. Maar Ajax heeft nog altijd de bal. Kudus. Kudus, Bobby, goed het lichaam gebruikt door Bobby. En die doet het toch nog in de slotfase van de wedstrijd. 88ste minuut. De goal waar Ajax de hele middag al naar hunkert, komt uiteindelijk van Bobby. Als NEC de hele middag in het centrum dicht heeft weten te houden, totdat Kudus daar... Oeh, is dat voetje van Bobby dan weer buitenspel? Ja, dit is een déjà vu in Amsterdam. Dan zou wel eens een streep door deze goal kunnen gaan van Brian Bobby. Nog eens kijken naar het moment dat Kudus die bal speelt. De voet is niet van Bobby. Dat is het misverstand. Maar je kijkt, het is optisch bedrog. Minder kansen dan in de eerste helft. Maar wel Ajax met dreiging. Nu David Fouten gaat binnendoor. Stuurt zijn tegenstander het bos in. David Fouten, wat gaat hij doen? Het schot en een schitterende treffer. Prachtig. David Fouten. Scoorde tegen Heerenveen al 2 keer. En nu bekroont hij zijn invalbeurt. Een mooie afsluiting. Dit doelpunt à la Shota Arveladze. Een van de mooiste treffers van deze maand. Ihattaren. Ihattaren, daar is nummer 3. Van Mohamed Ihattaren en met afstand de mooiste van de 3 en de mooiste van deze avond. 5-1, Jong Ajax. Drie keer. Mohamed Ihattaren. En de doelpunten worden steeds net iets mooier. En deze mag er echt wel zijn. De schijnbewegingen en dan het gevoel in de linker. Lukje nu, de bal bij Taylor. Tadić wegstuurt, die probeert het. Oh, schitterend! Dusan Tadić. Goal. En een doelpunt dat de Ajax en de Johan Cruijff Arena toch wel een beetje nodig hadden. Een overtreding van Berghuizen, dus Klaassen geschept. Oh, schitterend, Davy Klaassen. Een uiterst bekeken balletje van Davy Klaassen. Zet Ajax op 3-0. Berghuis die de bal verovert. En dan Klaassen. Pas precies